Oh nee, hij heeft nog 9 seconden. Oh nee. Oh. Breng hem naar rechts. Oh, 1 centimeter. Dames en heren, wat leuk dat jullie erbij zijn bij zo'n nieuwe aflevering van Legends of Gaming. En vandaag, misschien wel de meest spannende aflevering ooit, want we zijn weer beland in de Danger Zone. En daar ben ik niet alleen. Ik zit er namelijk met Koen en Joost. En vandaag weer een nieuwe Mystery Legend waar we er tegen op gaan nemen. Ik vind het heel spannend. Jongens, hebben we al een idee? Wie verwachten we als Mystery Legend? Robbie. Ik hoop niet Robbie. Gewoon QC weer. Hij komt zo terug. QC. Nessie, man. Nessie. Sowieso Nessie. Ik denk Tajula. Linktijger. Meisje Jamila. Clonnie. Zo, Bassistent. Ik denk nog steeds dus David Games. Harm. Hey, Ronald, man. Of Timo. Oh, ja. Het gameportaal. Ja, goeie. Mystery Legend. Laat jezelf zien. Wie ben je? Oei. Ja, dat is Rob. Het is Rob. Nee, dat is Harm, joh. Dat is Harm, hè? Is dat Harm? Ja, dat is Harm. Nee, dit is Rob. Gast, dit is Rob. Welkom. Jij bent toch van die fucked up videolanserie? Ja, man. Dat ben ik. Like me, I'm famous, de klik. Ja, die man met de eigen pils, hè. Hey, lekker pils. Zal ik hem er zo even bij pakken, joh? Ja, joh, doe eens. Lekker overdag. Nou, welkom, Harm. Leuk dat je erbij bent. We gaan vandaag strijden om een plekje voor in The Legend of Gaming. En we gaan het doen in een videogame die heet Drink More Glurp. En daar zijn jullie natuurlijk allemaal heel bekend mee. Het is een van de bekendste games op aarde. Ik heb er nog nooit van gehoord, dus ik ben heel benieuwd. Gast, nou, dan ga je zeker verliezen, want ik speel dit. Ik ben het, zeg maar, al een week aan het spelen of zo. Jij bent echt een glurp, man, hè? Ik zag het al een beetje aan je. Ja. Nou, meer drink, hoor. Hey, Joost, hoe ben jij hier nou weer beland? Dat had ik niet voor jou verwacht, hoor. Joost wordt al de hele ochtend gefocust. En hij... Ze zitten mij alleen maar te naaien hier, hoor. Joost, we willen QC terug, zeg maar. Joost denkt dat Uruguay in Afrika ligt. Zo is hij hier gekomen. Oh, dan moet hij eruit, Hou op, mijn topografisch vermogen heeft hij niks mee te maken. Ja, je moet eigenlijk... Nee, dat ik niet heb opgelet op de basisschool betekent niet dat ik Let's of Gaming niet mag winnen. Wel dat je eraan meedoet. Ja, ik doe al jaren mee, dus dat is prima. Oké, mannen. We gaan het vandaag eigenlijk opnemen in Drink More Glurp. Dit is een soort Olympische Spelen die we gaan naspelen. Het wordt heel spannend. We gaan 5 rondes doen. En daarin kunnen we een paar medailles verdienen. En degene die zometeen bovenaan het podium staat, die zit nog in het toernooi. En degene die naast het podium staat, die moet helaas het toernooi verlaten. Hé, hey, maar de odds dat Koen eruit vliegt? Ja, die zijn vrij hoog, hoor. Laag. Laag, ja. Dat gaat zeker gebeuren. Nou ja, dit spel is super, super, super random. Mag ik beginnen ook niet? Jullie mogen ook beginnen. Ja, prima. Ja, tuurlijk. Nee, ik wil het Harm beginnen eigenlijk. Nee. Jawel, nee, Mystery Legend, jouw naam staat er al, gast. What the fuck is Drink My Slurp? What the fuck is dit voor spel? Nee, luister, Joost. Jij begint, gast. Jij kent dit spel. Ja, oké. Okay, Jezus, ik begin wel. Jij hebt dit al vaker gedaan, Sonic. Joost. Let's go. Sonic, I'm ready. Wat moet ik doen? Moet ik die ballen pakken? Ik weet niet wat ik moet doen. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou allemaal? Ik weet niet wat ik moet doen. Moet ik die ballen pakken of juist niet pakken? Ik heb er 4. Ja. Maar het is de snelste tijd! Lekker, man. Maar hoe pak je zo'n bal? Oké, luister. Kijk, Koen, kijk naar mijn cam. Je hebt deze twee poken. Ja, daar moet je aan draaien. En dat zijn allebei je armen. En die wiebelen zo. Oh, wie is player 2? Okay. Oké, ja, kies jullie maar. Ik was 1. Ik ga wel als player 2. Maar waarom schrijf je niet gewoon je echte naam op, Jeffrey? Hij heet Egert, blijkbaar. Hey, Egert, succes, ouwe. Hey, thanks, bro. Thanks. Succes, ouwe. Hey, hopelijk doe je het beter dan Joost. Ik hoop dat Joost eruit gaat. Nou, gast. Zo, dit is leuk, hoor. Zo. Dit vind ik heel leuk. Oké, daar gaan we, jongens. Succes. Ik ben echt benieuwd hoe jij het gaat doen. Moet ik... Ja, je moet die ballen pakken zo snel mogelijk, al die ballen. Jij had 8 seconden toch, Joost? Ja, ik had 8 seconden. Oh, man. Hij heeft hem weggeëat. Dit is niet te doen. En hoppa! Dat is al gewoon niet mijn laatste. Oh, wat gebeurt er nou? Ja, easy. Hey, beatable time, hoor. Beatable time. Easy. 13 seconden, die ga je niet overheen komen. Die ga je nooit overheen komen. Kan niet. Ah, prima. 1-2 voor mij en Egert. Dat is gewoon prima. Egbert is het. Nee, er staat geen B. Ik zie geen B, gast. Je moet niet klagen, man. Ik ben gewoon 2e. Toch? Gaat gewoon lekker. Gewoon goed gedaan. Gaat gewoon lekker. Hey, Harm, ik denk 30 seconden of zo. Je moet hoogste seconden. Ja, ik dacht zelf onder een minuut, dan ben ik wel tevreden. Oké, hoe werkt dit? Je moet... Ja, lekker.
Succes, Harm. Dit is echt naar. Dit is echt naar. Zo! Kijk hem gaan, joh. Hij heeft er al één. Maar oh, hoe ga ik lekker terug? Netjes. Netjes, gast. Oh, dit is zo na. Hoe stuurt netjes, dit? Gast. Oh, kijk eens. Oh, even. Kijk eens. Nee. Kijk. Come on! Oh! Easy! Harm is sneller. What? Ja, joh. Oh, er 300ste of zo. Wat is dit? Dit kan niet, man. Dit kan niet. 200ste en een beetje. Nou, Koen. Dit kan niet. Hey, come on, let's go. Hey, let's get the glur, baby. Yeah. Met de C, let's go. I'm fucking ready. Gewoon geen customization, alles. Geen custom poppetje, ja. Hoe werkt het? Oh, zo. Nee, default skin, toch? Default skin. Ah, hij weet sowieso niet. Kijk hier, man. Kijk hier, man. Kijk hier. Kom terug. De tactiek. Oh! Ja! Ja! Oh! Helemaal niet gek, tweede plek hoor! Nee! Wat gebeurt er nou? Ja, die Eger, die doet het niet zo goed, echt Bert is het, echt Bert. Maar het had sneller gekund, dat is wel jammer. Oké, we hebben de cirkelsprint. Get to the finish line as fast as you can. Okay. Kijk, fijn dat ik dit keer wel even een... Gesponsord door de noodles. Next day noodles. Wat is dit nou weer? Onze armen zijn noodles. Hey, hoe doe je dit? Doe je dat zo snel, joh? What the fuck? What the fuck? Kijk dan! Wat ben je dan? Laat je controllers zien. Je bent aan het hacken. Laat je controllers zien. Ja, laat je controllers zien, Joost. Nee, Joost, ik ben nu even aan het zwiebelen, gast. Laat je controllers zien. Maar doe je hele rondjes draaien? Ja. Hoe doe je dat? Rondjes? Yo, ik heb je reported, man. Ik heb je reported, man. Snap ik. Ja, reported. Hoppa! Zo, ik vind het keurig, denk ik. Ja, prima tijd, hoor. 20 seconden is echt prima keurig. Ja, je verliest niks meer. Ja, maar dit kunnen jullie sneller. Het is maar 19 seconden, maar gast. Hoe doe je dit? Jij draait de hele tijd zo met je duim. Ja, dat is letterlijk. Je bestuurt twee armen. Koen is. Hey, ik ben ready, ouwe! Oké, okay, Koen, go. Zie je hem ook echt in die startblokken? Nee. Hoppa! Maar met één. Met één, nou. Nou, dit gaat veel beter. Technisch gaat veel. Hij gaat makkelijker. Oh, nee, hij is hem even kwijt. Nee! Kom er niet op! Dit is waarom ik zelf glurp drink. Ja, dit is inderdaad waarom je glurps ook zou moeten drinken. Hij doet het niet. Oké, mijn positie is nog veilig. Het kan nog. Dit gaat gewoon heel lekker, hoor. Ik heb wel honger van die armen. Tuurlijk, easy. Heb je een lamme duim of zo? Jij ging met één oh, duim. Oh, serieus, dit is fucking moeilijk. In mijn hersenen kunnen het niet aan. Hey, ik ga eruit, man. Rip. Ja, joh, ik kan het ook niet, hoor. Even op die knop drukken, Harm. Ik moet op die knop drukken. Maar soms zit je eenmaal vast en dan ben je echt de sjaak. Kijk die Harm, joh. Helemaal wild. Hij heeft er zin in. Oh, joh. Kijk ook hoe boos hij kijkt. Oh, nee. Hoe werkt dit? Met vlinderslagtactiek, zag je dat? Oh, kijk eens. Kijk, hij heeft het door. Kijk nou. Heel goed. Hij denkt dat op een wedstrijd waar ik heel snel moet lopen, ga ik langzaam lopen. Mijn brein kan dit echt niet handelen, weet je. Kijk eens. Snap je echt de ballen van. Ja, maar dit heb je, man. Dit is easy. Nee! Hoppa! Ja, ik denk dat Harm hem nu best wel gewoon kan bieden in één keer. Egert staat bij de uitgang al. Let's go! Oh, nee. Nu moet die Egert nog. Ik weet niet wie het is, maar... Daar gaan we, jongens. Gewoon allebei één kant op draaien. Ja, je moet naar links. Je moet naar links draaien. Naar links draaien. Okay. Ja, moet je juist vooral naar links. Dat kan ik. Ja. Subtiel. Hey, ik word laag. Hoppa! Ja, perfect. Hij wacht ook niet. Hij naar achter. Ga naar achter, ja. Oh, ja. Rip. Oh ja, hij is helemaal... Wacht even. Hij draait hem niet. Mijn mannetje draait hem niet. Jawel, hij draait volledig. Hij draait hem niet. Kijk dan. Kijk dan. Oh, kut. Oh, nee. Oké. Misschien... Het kan nog. Yes. Kut, wat gebeurt er nou? Kom op. Waarom gaat hij naar de andere kant op, die man? Dit is een probleem. Dit is misschien een probleem. Toch wel? Wacht even. Oh, min 30. Je hebt nog 30 seconden. De jump moet ik even voelen. Anders krijg je een DNF. Wat doe je? Ja, ik moet toch hier overheen, of niet? Oh, de split. Hij deed de split. Zag je dat? Sick. Wacht even. Hey, je moet het halen, nee, maar dit kan niet, man. Dit kan niet. 19 seconden voor de DNF. Okay, nee, ik wil niet de DNF. Dan lig je er gelijk uit, hè? Dan lig je gelijk nee, uit. Helemaal niet. Oh, kan dit nou? Hard. Prima. Hij heeft de finish nog. Die tijd 48. Hoe kan dit nou? Koen, arm gelijk, hè? Jump as far as you can. Oh, deze ging zo slecht de vorige keer. Hoe kan dit nou? Waarom? Oh, je hebt wel een bal waar je tegenaan kan, zie je dat? Hey, gooi mij er ook gewoon in, hè? Waarom is er geen inkelpot? Oh, dat is redelijk geil. Nou, Joost? Je zit vast. Zo, what the fuck? Oké, je moet zo ver mogelijk springen. Ja, dat is het idee, hè? Gebruik de bal. Hoe doe je dat? Wow, hoe doe je dat? Ja, probeer te springen.
Oké. Ja, lekker. Heel netjes. Oh nee. Okay. Oh, oh, dit is zo typisch. Hij pest hem. Hij pest hem. Weer typisch Joost. Dit is zo typisch. En ik denk niet eens dat hij nog laatste gaat worden hiermee. Ja, ik probeerde dus dat... Ik probeerde die bal te pakken, maar dat lukte niet. Je zit vast met die armen. Hoe spring je? Ja, zo. Precies op die manier. Maar gast, je moet 3 meter. Je kan net zo goed gewoon normaal springen. Dan sta je al boven me. Oké, of niet. Oh. Ja, oh nee, oh nee, oh nee. Oh, maar dit is heel moeilijk. Oh man. Oh my god. Oh nee. Dit is echt zo'n tragisch spel. Oké. Okay. Oh, oh, zo spring je of niet? Ja. Kijk, kijk, hoe doe je kijk, dat? Kijk, kijk. Harm, die kan het. Van beneden en omhoog. Oh, ah. Dat ding aan. Wat is dat? Oké, okay, ga ik eerst even daar naartoe. Rustig, rustig. Tuurlijk, tuurlijk. En dan. Nee! Oh! Oh mijn god! Oh, joh, joh. Nee, nee, nee! Wat hoe dan? Hey, je gaat achter op. Nog, hè? Nee! Hoe kan dit? Hoe? Hoe dan? Oké, okay, maar jongens, dit is hoe het werkt. Hey, let op, dit is hoe het werkt. Ik let denk, op, ik gaf van die bal, hé! Dus, dus je doet... Die, hè, moet je doen. Ja, 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 ja. Kijk, in dat hok gaat het nog goed. En dan ben je er 1 keer uit en dan lukt het gewoon niet. Ah, dit kan ik wel. Dit kan maar hoe werkt het dan? Naar beneden en omhoog of zo? En je moet gewoon sprinten en gaan. Zo. Kijk hoe voorzichtig die ook gaat, joh. Wel ziek, hey, nu springen, nu springen. Wacht, over zijn nek, heen. Gaat het dan lukken om lager te komen dan Harm? Ik ben het heel erg benieuwd. No! Oh! Netjes! Let's go! Oh! Hij deed het! Ja, gewoon goed. Back in the game, hoor, Eger. Eger, zo! Egertje, back in the game, ja. Easy, easy. En wie is er terug? Wie is er terug bovenaan, baby? Oh, deze jongen! Bijna. Nou, het wordt nog spannend. Pinball, collect as many objects as you can. Ik kan me deze Olympische Spelen niet helemaal herinneren, persoonlijk. Oh. Body bungee. Ik weet niet wat dat doet. Body bounce. Wat doet dit? Bungee, body bungee bounce. Juist. Kijk, kijk, kijk. Oh, okay. Wow, wow. Zie je moet zoveel mogelijk van die blauwe dingen pakken. Maar, zo, maar je hebt gewoon tijd, hè? Dat ja, was maar, het, ja. Ja, je moet geluk hebben met dat je van die dingen raakt. Oh ja. Dus gewoon binnen de tijd zoveel mogelijk van die dingen aanraken. Oh, dit is compleet random toch, of niet? Beetje wel. Je moet wel opkomen. Dat is bij mij denk ik het probleem. Woe. Ga naar rechts dan. Je pakt ze gewoon allemaal. En je hebt het wel goed gedaan, hè? Ja, maar je moet veel hoger. En maar hoe spring je? 26. Ja, je springt, je hebt een beetje een bouncy lichaam, merk ik. Dus je springt sowieso vanzelf. Je moet alleen een beetje sturen naar... naar die pedals. Kijk eens aan, joh. Kijk. Hé, hey, man. Kom op, kan je nu nog iets doen, hè? Oké. Au, au. Oh, dit is kut. Dit is kut. Ja, je kan zo, onder wat de pedals zitten. Wat als je eronder komt? Dan ben je... Oeh. Ja, dan moet je ontsnappen. Vast, hè? Oh, Koen. Oh, nee. Zo, nee. Alsof die gehandicapt is met die armen. Oh, hij komt niet naar boven. Hij komt niet de hoogte in. Okay, oh, ja. Nog 10 seconden, Koen. Steady, dit is een interessante tactiek. Netjes. Ja, ik snap die tactiek ook nog niet helemaal. Een hele spannende tactiek, ja. Hij pakt ze wel, 17 puntjes. Ja, hij pakt ze wel. Hoppa, 18 puntjes. Okay, dit is niet best, hoor. Nice. Dit is hartstikke moeilijk. Ik snap er geen reet van. Ik word allerlaatste vlieger alsnog uit. Het is ongelooflijk. Gewoon pinbal, jongens. Jullie kunnen dit. Kom op! Kijk eens. Kom op! Hoppa! Nou. Kijk, nu even op dat op zo'n stinkbal. Je moet even hoger naar die andere flippers, ja? Juist. Ja? Bijna. Ja, oh. Ja, echt die andere flippers, inderdaad. Hoe doe je dat? Hup. Hup! Ja, die andere flippers moet je even pakken. Kom op! Ja, hij heeft de 18 ook naar de schoen. Ja, oké. Okay. Ja, oh nou! Yes! Ja, daar zijn de andere flippers. Nee! Nee! Hij ging niet af! Hij ging niet af! Als Egbert een lucky kick heeft op het begin, dan kan hij zo nog... Ja, als je 3 van die pinballapparaten bij hem thuis staan. Dan schoen de lul. Ik laat hem even zien, jongens. Oké. Okay. Dus het is, even kijken, je kan dus lopen. Je kan ook nog springen. Oh, je bent echt wel een beetje bouncy. Ja, je bent een soort stuiterbal. Nee, je kan gewoon zelf lang bouncen. Oké. Ik ben wel klaar. Oh, dan gaan we die kant op. Ja. Ja, slow but steady. Gaat hij erop? Oh. Hoppa. Die kant kijk, op. Ja, ja. Die kant op. Kom op. Oké, ja. We gaan er... Kom op! Wat gebeurt er nou? Hij zit in het spel!
Maar hij probeert de linkerkant, misschien helpt dat. Dit is ongelooflijk, dit is echt een akelig spelletje. Hij zit onder de schippen. Kom nou één keer, het letterlijk stuiteren. Ja, oké, okay, ja, ja. Ja, ja, hij veegt ze op, ja. Hij veegt ze op. Nee, nee, ja, kom op. Ja, 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 kom op. Ja hoor, die hey. Hebben we, die hebben we, nice. Vindt hij het kan nog? Oh, nee, kan nee, 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 nee. Wat zijn we nou aan het doen allemaal? Wat zijn we nou aan het doen? Oh, oh, oh. Oei, oei, oei. Koen en Harlem, weer gelijk. Laatste ronde. Oh ja, final event. Get the ball into the goal. Oh, hoe hou je dat balletje ook vast? Ik heb dat mannetje niet eens onder controle. Direct, alleen Joost volgens mij. Oh, je hebt kleine armen. Je bent een minimannetje. Goku, Super Saiyan minimannetje. Gewoon rollen. Oh, dit meen je toch niet? Huh? Hoe moet dit dan? Wat moet je doen? Kan ik die bal niet vastpakken? Ja, dat kan wel. Okay. Wat? Hoe pak je hem vast? Met de triggers, met de triggers. Triggers? Ja. Dit is heel lastig. Je moet erop springen, zeg maar. En dan die bal vastpakken en eroverheen. Hoe ga je dat doen? Kan je niet gooien of zo? Ja, maar misschien. Dit is een tactiek, hè? Terug bij af. Ja, maar hoe ik heb nu al mijn deadzone tijd. Hoe kom je hier overheen? En nog 20 seconden heb je, hoor. Maar rustig aan. Dat komt helemaal goed. Je hoeft gelukkig maar heel veel van deze delen te doen, zeg maar. Ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Ik denk dat je moet springen. En heb dan je al geprobeerd om de hele tijd tegen dat ding aan te lopen? Ja, maar je kan toch niet springen? Kijk hoe klein die armen zijn. Je kan niet springen. Oh. Maar heb je al geprobeerd om de hele tijd tegen dat ding aan te lopen? Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd, hoe jullie dit gaan doen, want... Nou! Oh. Nou! Oh. Gewoon smekken, boy! Ja, nee. Die haalt gewoon DNF. Oh, wel 17 meter, telt hij wel mee. Ja, precies, daarom. Dit kan nog de hele game turn, hoor, dit. Maar hoe pak je hem vast dan, met R1 of zo? Ja, ja met die R1 en L1 kan je vasthouden. Maar kijk, de baan is echt pauperlang, dus nou ja, probeer maar. Oké, okay, ik weet eigenlijk hoe ik kan lopen. Die kleine armen helpen ook niet. Zo. En dan? Juist! Ja! Ja! En nu al één keer draaien! Ja! Hop! Oh, je moet hem lanceren! I mean, dat is dan best wel slim. Oh ja, lanceren is wel een idee, alleen dan moet hij hem eerder loslaten. Maar stel, lukt niet, dan moet je helemaal naar rechts gaan staan, toch, tegen dat ding aan? Ja, die heeft hij nu als het goed is. Nee, dat is de grond. Dat is de tweede grond. Ja. Ja, precies. Ja, ja je hebt okay, hem. Ja. En dan? Precies, ja. Oké, de laatste 30 seconden zijn ingegaan ook voor Koen. Okay. Ja, lekker. Netjes. Maar dit is gaat hij hem weer gooien? Gaat hem weer gooien? Lastig. Of zo. Ja, die moet okay, zo, maar dan zeg maar andersom. Dus ik moet er overheen. Ja, 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 ja. Oh ja, ja, ja. Ja. En dan zo. En leg gewoon mijn controle neer. Dit gaat echt altijd. Ja, maar iedereen gaat de DNF krijgen. Iedereen. Absoluut niet lukken. Dit is echt compleet kansloos. Ja, dit kan niet. Die armen zijn te kort. Fuck you! Fuck! Die agressie. Wacht, moet je wel daarheen? Zie je, hij heeft verneukt. Zie je, hij heeft verneukt. Oh, die meter is ook nog wel op het laatste moment waar de bal ligt. Toch, ja, hij is oud nou. Oh, wacht. De plek waar die bal eindigt telt nog mee. Kijk maar, je hebt het eentje en het tweetje op het veld. Oh, mijn god. Maar misschien heb jij wel een strategie die gewoon heel goed werkt ofzo. Ja. Ik zou wel iets proberen, joh. Oké. Okay. Oh. Even vastgrijpen, oké? Okay? Je hoeft ze niet allebei in te drukken, hè? Je hoeft er kan ook maar eentje in te drukken. Ja, pak hem maar vast dan. Nee, ik ben een beetje bang voor die nee, bal. Nee, pak hem maar. Je kan hem gewoon pakken. Ja, ja okay, natuurlijk. Okay. Steady. Waarom werkt dit niet? Kijk, hij rolt ook weg als hij hem wil pakken. Ja, ja maar hij gaat de handen. Hij moet er eentje pakken. Ja, hij rolt weg. Dat weet ik niet. Oh! Ja, ik denk dat je gewoon meer glurp moet drinken. Oh! Oeh! Nou. Ik zeg je eerlijk, wel gewoon best eng, hoor. Ja, dat was een enge woorden. Kijk hoor, ja, natuurlijk. Oh nee, ik heb nog 9 seconden. Oh nee, Oh! Ja, breng hem naar rechts, breng hem naar rechts! Het lukt hem! Ja. Ik kan er niet overheen. Nee! Wat is dit? Nou, je bent nog minder ver dan Koen. Minder dan Koen. 1 centimeter. No! Oh, 1 centimeter! Wat deed hij? Egbert kan hem gewoon daar neerleggen. En dan verliest Harm. Het was 1 centimeter. Echt, we moeten gewoon tegen het randje aanleggen, ja jongen. Nu gaat het gebeuren. Hey, jij moet een goede score neerzetten, Egbert. En dan is Harm eruit. Jij een goede score nee, neerzetten. Nee, echt? Ben ik er dan uit? Ja, ben je eruit, ja. Oh, nee. Ik heb een tactiek bedacht. Maar ik heb nog te weinig controle over het mannetje, denk ik. Als je de bal eroverheen krijgt, lig je er niet uit. Oh, zo. Oh, oh.
En denk dat hij gewoon best de tijd te afwachten en dan gewoon die bal duwen tegen dat rode ding aan. Nee, dat is triest. Hoezo is dat triest? Dat is gewoon triest, hoor. We gaan er overheen te krijgen. Ja. Wat een worpje ook, joh. Doei. Ja, ja. Hoppa. Oh, nee. Maar waar staan je meters dan? Ja, niet. Want het is de bedoeling dat je hem haalt, maar ja, hij ja, rekent precies. Gewoon een DNF. Oh ja, ja, je had echt veel. Oh. Oh. Oeh, dat is een goeie. En je moet heel ver en dan kan je echt hoog werpen. Wacht even, hij moet... Dat is echt ongelofelijk. Nee, ja, nee. Mijn eentje daar nee. Te springen, Egbert, kan je daar even voor oppassen? Misschien even links van de bal? Nee, kun je even links? Vasthouden. Nee, doe dat gewoon niet. Ik hou hem gewoon niet. Doe dat gewoon niet. Ik hou hem links van de 1 vast. Wedden dat hij de nummer 1 tijd heeft. Heb ik hem nu? Heb ik hem nu? Wat ben ik nu? Hij is nummer 2! Tweede, natuurlijk! Doe het tegen. Doe het. Play of the season. Play of the season. Ja! Hij staat de eerste vroeger. Nee! Ja, 17-40. Gewoon netjes. Wat betekent dit? Wie gaat eruit? Wie gaat eruit? Oeh! Oh. Gelijk! Oh! Het is gelijk! Nee! Oké, dan moet de volgende tussen Harm en Koen gaan, vind ik, toch? Dan is de volgende Koen? Game... Of Harm en Egbert, sorry. Harm en Egbert. Oké, Joost en Koen zijn door. Harm en Egbert, jullie moeten nog één potje tegen elkaar wie het verste komt. Oh nee. Ik wil het ook helemaal niet meer. Kunnen we niet gewoon een echt vuistgevecht doen of zo? Ja, inderdaad. Let's go. Oké. Zullen we steunpje schaduw wie begint? Wil je steunpje schaduw, ja? Steenpje staan, ja. Okay, jongens, jullie moeten horden lopen trouwens, even voordat je het mist. Oh, wacht, ja, tel jou van iemand. Oh, wacht, oké. Ik begin wel. Yes? Ik begin wel. Oh, begin wel. Gewoon geen steenpapier schaar. Nee, gewoon gast. Wil je steenpapier schaar? Ebert. Nee, joh. Ebert. Nice. Egbert is het. Ik moet even voelen hoor, nog. Je kan lopen dus zo. Je hebt gewoon hordes. Ronde 6, je weet nog steeds hoe je moet lopen. Springen ook. Maar dit is echt moeilijk. Het is echt moeilijk. Maar jullie hebben gewoon geen glurp gedronken. Ik heb heel weinig glurp gedronken in mijn leven, moet ik wel toegeven. Dat bedoel ik, daar gaat het fout. Aangetikt, man. Ja, dan gaat hij. Oh, heel goed. Hoppa. Ja, netjes. Even kijken, hoor. Even. Ja, heel goed. Nice. Ja. Oh, je ging knock-out, zag je dat? Ja, je gaat knock-out van die hordes. Je moet er overheen, zeg maar. Je moet er overheen, ja, maar dat vind ik niet zo goed. Doorheen kan ook. Daar hebben ze pech, daar hebben ze pech. Wow. Kut. Hij gaat terug, ook een start 3. Ja. Ja. Zo, je gaat hard, hoor. Kom op! Oh! Ja, dit is win or lose, hè. Hoe moet ik dit ooit doen, joh? Daar is de finish! Hoppa! Ja. Zo, oké. Okay. Ja, ik heb er geen verstand van, maar dit zag er niet verkeerd uit, hoor. Nee, maar ik heb het, mag het eigenlijk niet zeggen, maar het was niet gek, volgens mij. Woe! Oké, 33 seconden, dit is een haal. Oké, dit gaat er misschien nog worden zelfs. Oké, nou, let's go. Als ik nu naar huis ga, dan schaam ik me dood, jongens. Let's go, oké, je loopt dus. Juist. Moet jij eens opletten. Houd er een tempo in, hoor, dit. Oh. Yeah. Hij skipt eentje, joh. Hij heeft een timeskip. Daar wint hij zoveel tijd mee. Kijk eens even. Oh, nee. Het is gewoon swingen met die vuist, hé. Kijk dan. Oh. Oh. Misschien het einde. Oh, nee. Ja. Woehoe. Nou, daar gaat Ebert. Harm, pak de win! 10 seconden sneller, hé. Zo doe je dat. Zo doe je dat met die vuistjes. Egbert, dat betekent dat jij het seizoen gaat verlaten, jongen. Dit is ongelooflijk. Hoe plaats kan dit maken nou? Voor Harm. Wanneer gaan we nou games spelen waar ik goed in ben? Even een potje supersmee. Kom maar, kijk wie er dan het seizoen moet verlaten. Oi. Dames en heren, dat betekent dat ik het toernooi ga verlaten, helaas. Maar dit hoeft niet het einde te zijn tussen jou en mij. Want je kunt maar nog terugstemmen met die Legend of Gaming Legend Wildcard. Laat weten wie je het liefst terug wil zien. Niet QC stemmen, maar mij stemmen. En wie weet zie je mij wel terug in die finale. En dan kan ik alsnog naar huis gaan met dat bokaaltje. Dat glazen dingetje wat Game Meneer aan die allereerste aflevering liet zien. Die wordt dan van mij. Specifiek die. Ik hoef geen nieuwe. Ik wil die van Don. Dankjewel voor het kijken. Vergeet geen like achter te laten in de comments. En ik zie jullie graag als jullie me terug hebben gestemd. Bij die wildcard. In de finale. En nou flikker, hè.